Paul Balemans. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Paul, ik moet bij jou zijn als ik vragen heb over het bouwen van een stal. Ja, dat kan in ieder geval, onder andere bij mij. Ja, ja, want waar moet ik allemaal op letten? Waar moet ik rekening mee houden? De vraag is kort. Het antwoord iets complexer. Als je gaat bouwen, zul je in eerste instantie moeten kijken of dat je bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Oftewel binnen het ruimtelijk kader. Vervolgens zal er een vergunning nodig zijn in het kader van bouwen, in het kader van milieu. En moet je ook langs de provincie om je natuurbeschermingswet aanvraag geregeld te krijgen voor het houden van dieren. En dan moet je allemaal zelf langs gaan? Het liefst doen wij dat uiteraard voor de ondernemers. Dus wij begeleiden ondernemers daarin, ja, om tot de juiste vergunning te komen. Oké. Okay. En wanneer kan ik bij jullie aankomen, zeg maar? Wanneer ik een idee heb of wanneer ik al een tekening heb? Ik heb het liefst natuurlijk dat ondernemers bij ons aankloppen op het moment dat het eerste idee geboren is. Dus dat er nog geen verder werk verricht is. Dat wij vanaf het begin af aan betrokken zijn bij het traject. Mm-hmm. En ook vanaf het begin af aan weten wat de beweegredenen zijn om bepaalde keuzes te maken. Om zo tot een juist plan te komen. Yeah. In 2014 komt er een nieuwe verordening ruimte. En die gaat wel verplichten dat je praat met je omgeving. Dat je in ieder geval laat weten wat je gaat doen. Je, okay, moet ze daarin kennen. Dus ik moet maar aan mijn buren straks gaan vragen inderdaad wat ze van mijn plannen vinden? Of? Ja en nee. Je mag het vragen. Je hoeft het niet te vragen. Je moet het ze vertellen. Oké, okay, dus vooral mededelen. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is het vooral. Zij kunnen geen bezwaar maken tegen mijn ideeën? Nee, dat kunnen ze wel op de vergunning uiteindelijk. Uh-huh. Maar in de omgevingsdialoog is het gewoon zaak dat je vertelt wat je gaat doen. En je ziet nu in de praktijk al, want we zijn bij een aantal voorbeelden zijn we daar zelf al mee bezig gegaan, mee aan de slag gegaan. En dan zie je gewoon dat heel positief werkt, zowel voor de ondernemer als voor de omgeving die je uitnodigt. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel een win-win situatie. Ja, zeg maar. Absoluut. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Erik van Meersbergen? Ja. Hey, ik goed. Hey. Ze zijn druk bezig. Ja, klopt. Ja. Het laatste voor vanmiddag. Nog een uurtje of twee beton storten en dan kunnen morgen de wanden weer vrijgemaakt worden. Of maandag in dit geval. En kunnen we weer een nieuwe wand gaan beginnen. Wat ben je precies aan het bouwen, Erik? Een nieuwe rundveestal. In agrarische termen hoort het een 060. Was dat nodig om een nieuwe stal neer te zetten? Ja, een beetje naar links gaat zo met de camera, zie je de oude stal. Dus toch van 1969. Ja, die is nu 40 jaar oud en daar kan ik niet meer mee vooruit naar de toekomst, nee. Nee. Zit er nou veel verschil tussen een oude stal en een nieuwe stal? Ja, je natuurlijk kijkt die stal van 40 jaar terug, toen waren er geen eisen. Toen was alles vooruitgang, want de economie ging draaien en nu wordt er aan meer dingen gedacht dan alleen dat de economie draait. Ja. Dus we hebben nu een omgevingsvergunning en een milieuvergunning. En ook een hoop maten waaraan de stal moet voldoen. Ja. En weet je zelf wat er allemaal gevraagd wordt bij die vergunningen? Of is dat wel fijn om iemand te hebben die er verstand van heeft? Nou, kijk, de communicatie, het is toch een communicatie op een bepaald vlak en die liep tussen ZLTO en de gemeente liep veel beter dan tussen mij en de gemeente. Want je communiceert toch met elkaar met een bepaalde achtergrondkennis en die had ik niet op het vergunningengebied. Nee, nee. Het is hier eigenlijk zo gegaan, ZLTO die heeft met name het vergunningengedeelte voor zijn rekening genomen en het bouwtechnische gedeelte van moet ik welke roostervloer moet ik erin, welke lichtboxen, hoe groot moet ik hem bouwen, welke maatvoering, dat heb ik toch wel veel al, welke dakconstructie, ja, heb ik wel veel al zelf uitgedokterd en welke stalindeling. Hoe heb je het nu ingevuld dan? Nou, ik heb dus een niet een volledige betonvloer meer waar ze oplopen, maar een gedeeltelijk beton en gedeeltelijk rubber. En dat wil dus zeggen dat de klauwslijtage niet te veel en niet te weinig is en dat ze toch heel vlot kunnen lopen. Ja. En de traditionele roostervloer komt er ook nog in terug, wat natuurlijk al 40 jaar een bewezen concept is qua droogheid van de klauwen en zo. En wat nieuw is in deze stal is de diepstrooise boxen. Ja, het aantal lichturen per koe gaat toch wel omhoog. En
ja, dat is goed voor het welzijn. Kijk, als de koe het erg goed hebt, zorgt hij erg goed voor mij. Maar ik kan ook zien of een koe het naar zijn zin hebt. En als die koe het naar zijn zin hebt, heb ik het ook naar mijn zin. En als ik 3 koeien ziek heb, ben ik zelf ook ziek. Dus ja, zo werkt het wel, ja. Ja. Ja.